Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergers. Ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier bij mij Davina. Ja, hallo, inderdaad. Dag Davina. U bent nog redelijk jong. Hoe oud ben je? Ik ben nu nog 22, 26 december word ik 23. Dat is niet lang meer. Heb je al een eigen zaak? Nee, nog niet, maar ik zou dat wel in de toekomst heel graag opbouwen en heel graag starten. Dat is ook waarom ik dit avontuur wil aangaan, eigenlijk om te kijken van hoe moet ik hieraan beginnen en wat zijn de stappen eigenlijk die daartoe worden gezet. En eventueel connecties te leggen met firma's die dat... jij bent gespecialiseerd in het wimpers, dus eventueel voor wimpertechnieken en zo bij te schaven. Ja, inderdaad. Ik ben nu momenteel, zaterdag is mijn laatste les rond wenkbrauwen. En dan heb ik ook mijn certificaat behaald. En dat doe ik momenteel bij Les Nian Poppen in de school in Antwerpen. En ik zou nog zoveel willen bijleren, dus vandaar ook mijn interesse. En vandaar ook dat ik hier gewoon aan meedoe, omdat dat zo interessant is. Om voor mij ook een hele nieuwe wereld, omdat ik persoonlijk uit de verpleegkunde kom. En ik hou gewoon voor het zorgen van mensen. En vandaar ook de interesse die eigenlijk is voortgegroeid. Dus, ja. En daarom heb je de overstap gedaan van verpleger naar beauty dan in feite. Ja. Eigenlijk wel. Ik studeer nog altijd verpleegkunde, maar ik zou graag deeltijds mijn eigen zaak beginnen om dan zo verder uit te bouwen eigenlijk. Ja. Okay. Kijk jij ook uit naar de reis? Ja, absoluut. Het is een zeker, alleen, het zijn allemaal heel leuke dames, dus het wordt zeker een heel leuk avontuur. En ja, ook de kennis die we gaan opdoen is zo mooi meegenomen, dus absoluut. Ja. En heb je niet een beetje schrik voor jaloezie? Of, Nee, absoluut niet. Allee, ik ben eigenlijk wel vooral gewoon om met jongens om te gaan. Maar ik moet zeggen, alle meisjes hier zijn super aangenaam, super lief. Dus ik heb totaal geen angst daarvoor, nee. En dezelfde interesses, dat kan alleen maar samen groeien. Oké, dankjewel voor dit interview en veel succes met je avontuur. Dankjewel.